Ja, welkom luisteraars weer terug bij 071, cultuur 071. En ik weet niet of het u ook wel eens is opgevallen, maar jongeren gebruiken onze taal soms anders dan uh, wij dat vroeger deden. En dan uh, met vroeger heb ik het natuurlijk als oude zak over uh, 20, 30 jaar geleden. Bijvoorbeeld de uitdrukking letterlijk. Als jongeren letterlijk zeggen, dan zeggen ze bijvoorbeeld: Ja, het, het komt me echt mijn neus uit. En dat bedoel ik letterlijk. Maar dat bedoelt dus eigenlijk helemaal niet dat het letterlijk hun neus uitkomt. Maar het is gewoon een nieuwe uitdrukking geworden. Figuurlijk was uh, een betere term geweest. Nou ja, dat zeiden wij vroeger. Ja. Maar taal verandert. Maar letterlijk is misschien wel een bruggetje naar jouw onderwerp. Ja, daar gaan we het nu over hebben. Leiden is eigenlijk al heel lang een stad van kennis en cultuur. En daar worden we zeker dit jaar, waarin Leiden European City of Science is, nog eens extra aan herinnerd. Uiteraard speelt de universiteit daarbij een belangrijke rol. Onze stad huisvest immers al bijna 450 jaar dit belangrijke bolwerk van kennis. Kennis, cultuur en geschriften zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Met een uh, belangrijke factor de van oudsher hier gevestigde uitgeverijen en drukkerijen. Een goed voorbeeld daarvan is de bekende typograaf Plantijn, die zich in de tweede helft van de 16e eeuw uh, uh, ja, hier in Leiden als een uh, toonaangevende uitgever uh, vestigde. Plantijn was onder andere de uitgever van het eerste Nederlandse woordenboek. Maar denk ook aan William Brewster, een van de pilgrims, die illegale geloofsboeken drukte en naar Engeland liet uh, verschepen. En ik kan het hebben over Bril, of de Rote Gravure. Uh, beroemde schrijvers en dichters. Uh, de muurgedichten, tot uh, over onze landgrenzen bekend. En onze stad Herberg, zelfs een digitaal taalmuseum. Gezien die prominente positie van letteren in de breedste zin van het woord, bedachten de cultuurmakelaar en de kennismakelaar een goede 2,5 jaar geleden dat het tijd werd om meer aandacht aan de Leidse letteren te besteden. Vorig jaar vond de eerste editie van letteren, het Letterenfestival plaats en op 17 november aanstaande start de tweede editie van dit evenement. Een maand lang boekpresentaties, debatten, workshops, lezingen en nog veel meer. De projectleider van Letterlijk Leiden is nu onze volgende gast. Welkom, Evert De Vries. Dankjewel. Ja, Evert, ik zei het, uh, tweede editie. Vorig jaar de eerste, maar die was nogal gemankeerd. Ja, dat was inderdaad een, uh, niet wat we ervan hadden gehoopt. Hè? De, de eerste week uh, gebeurden er allerlei mooie dingen. En uh, toen belanden we in een lockdown. Uh, toen hebben we nog allerlei uh, evenementen online plaats kunnen laten vinden. Dus met, met livestreams en ja. Uh, nou ja, uh, wat dan allemaal nog kon. Maar dat was niet wat we ervan hadden gehoopt. Het, het festivalkarakter, wat het eigenlijk moet hebben, dat ging daarmee toch wel een beetje verloren. Ja, ja een boek is natuurlijk iets wat je echt in je eentje uh, beleeft. Ja. En, uh, en op een festival proberen we daar een collectief feest van te maken. Ja. Uh, en dat is vorig jaar niet gelukt op de manier zoals we dat wilden. Heb je wel uh, aspecten van vorig jaar uh, ja, toch kunnen gebruiken... die je in deze tweede editie nu uh, ja, wel echt voor het voetlicht kan brengen? Ja, zeker. Er zijn, uh, nou ja, er zijn zelfs programma's die we vorig jaar wilden doen... en waarvan we dachten, dit kan... Dit, dit... Dit kun je niet doen als mensen niet fysiek bij elkaar in één ruimte zijn. Laten we dat gewoon uh, even op de plank leggen en volgend jaar gaan doen. Dus er zijn een aantal dingen die we, die we nu kunnen doen, die we vorig jaar niet konden doen. Uh, maar we hebben ook heel veel nieuwe dingen bedacht. Er zijn ja. natuurlijk gewoon nieuwe, er zijn nieuwe boeken uitgekomen, uh, nieuwe dingen gebeurd. En, uh, en, en we proberen wel een actueel festival te zijn. Dus we hebben het grootste deel is gewoon een nieuw programma. Uh, Raymond zei het net al even. Uh... De jeugd van tegenwoordig <laughs> uh, gaat nou, anders om met taal dan, dan uh, wij vroeger. Uh, ja, je hebt een programma gemaakt waarbij je zou kunnen zeggen, nou dat is echt voor de geïnteresseerde uh, boekenlezer. Uh, de mensen die literatuur uh, omarmen of, of, of dichtbundels uh, uh, zelfs verzamelen. Uh, maar jij wil ook, zeg maar, ik noem het dan maar even een beginnende lezer of een wat minder geïnteresseerde lezer, die wil je door dit festival ook nadrukkelijk benaderen. Ja. ja, en dat is echt wat letterlijk Leiden anders maakt dan uh, eigenlijk alle andere literaire festivals die er natuurlijk al in Nederland uh, zijn. Wij zijn niet alleen voor de, de lezer die al leest, maar wij willen echt nieuwe lezers uh, de, de liefde voor het boek, uh, nou ja. Overdragen. Dus wij focussen ons heel erg ook op educatieve uh, projecten. We hebben contacten met allerlei scholen. Um, we, we proberen echt mensen die nou ja, nooit een boek of één keer per jaar een boek lezen... ook die moeten zich welkom, uh, welkom voelen op letterlijk. En ik ben dan ook expliciet niet heel erg highbrow en, en, uh, en, en elitair. Op het moment dat je gewoon uh, één keer per jaar De Zeven Zussen wil lezen of grijpen, ook dan uh, ben je van harte welkom en gaan we gewoon een leuke maand ervan maken. Ja, nou, want het klinkt wel een beetje elitair, hè? Een, een, een literatuurfestival of een boekenfestival. Het lijkt me best moeilijk om mensen die daar niet zo in geïnteresseerd zijn, om die toch uh, ja, met te verleiden, want daar, daar komt het eigenlijk op neer, om iets van het programma, programma onderdelen, te bezoeken. Uh, en jullie hebben daar volgens mij een heel een divers aanbod van activiteiten. En nou, je zei het net even de highbrow, maar daartegenover staat ook heel veel laagdrempeligs. Ja, ja, wat wij zagen en wat we eigenlijk de afgelopen jaren heel veel zagen, is dat er al heel veel gebeurde in de stad. Dus er waren heel veel initiatieven uh, van, in, van, van B, +C, van musea, van boekwinkels. Uh, de, uh, er gebeurde al heel veel om, om de Leidenaren aan het lezen te krijgen en uh, te vermaken met uh, literatuur en de letteren. Uh, en we proberen dat te bundelen om zo uh, nou ja, de, boel, de boel te versterken. En, uh, en, we, en we merken dat dat, mer dat, dat werkt. Dus naar mensen die uh, uh, nou ja, wel al naar de musea gaan, maar nog niet boeken lezen, we brengen gewoon de boeken naar het museum. Mensen die wel gewoon vast in een buurthuis komen, maar uh, nou ja, alleen maar voor een kopje koffie, nou, dan gaan we daar. Uh, met schrijvers in gesprek. Dus we proberen echt uh, naar de mensen toe te gaan. Uh, om op die manier uh, de doelgroep te vergroten. Maar hoe moet je dat nou voorstellen? Ik breng uh, boeken naar het museum. Nou, dan kan je bij. Uh, noem maar even de laak al. kan je dan op de leestafel. een stel uh, boeken neerleggen. maar dan ben je er niet. Dus je moet iets meer doen. om uh, met die boeken in het museum. toch dat publiek te bereiken. Ja, nou ja, een, een programma waar ik zelf heel enthousiast over ben. is uh, in, in samenwerking met Museum Boerhaven uh, mm -hmm. ontwikkeld. Um, die hebben op het moment een, uh, een, uh, een expositie, een tentoonstelling over artificial intelligence. We hebben een schrijver gevraagd, Fanta Voogd. Die heeft een boek geschreven, eigenlijk de geschiedenisschrijving van de toekomst. Dus hij heeft gekeken naar hoe keken nou. Uh, wetenschappers, science fiction schrijvers, gewoon de, 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 nou ja, de, de gekkies van, uh, van 50 jaar geleden. Uh, de creatievelingen, hoe keken die naar 2022? Vliegende auto's, klonen, uh, nou ja, alle, ja. alle dingen die je verwacht, uh, waarvan ze dachten... dit zal nu wel plaatsvinden, die, die, uh, die zie je in die boeken terug. En hij heeft eigenlijk een overzicht gemaakt van dit is hoe ze vroeger naar het heden keken... Ja. Nou, dan krijg je allerlei te gekke verhalen. Het is en een fantastisch boek wat hij heeft geschreven daarover. Uh, maar het is ook gewoon, uh, gewoon smeuige materie. Ja. We halen hem naar het museum. Hij gaat daarover vertellen. Uh, je kunt met hem in gesprek. Uh, de liefhebbers lezen ook dat boek. En mensen die alleen maar uh, mooie verhalen willen horen. en daarna gewoon de tentoonstelling willen bezoeken. ook die zijn uh, van harte welkom. Dat is de tentoonstelling Brain Power. Zeker, ja. Uh, scholen. Dit is natuurlijk een hele belangrijke doelgroep. Want waar leer je nou eh, je liefde voor, voor literatuur en eventueel voor poëzie? Voor een belangrijk deel ligt dat natuurlijk toch in het onderwijs. Ja. Hoe, hoe is jullie onderwijsprogramma. Eh? En hoe verziet hij daarin? Ja, nou, je zegt inderdaad uh, dat is een belangrijke plek waar mensen de liefde voor, uh, voor voor boeken vinden. Het is ook een plek waar heel veel mensen uh, de liefde verliezen. Of dat dat is wat met wij... de boekenlijst. Ja, dat ja. is wat wij veel horen. Uh, en uh, en er zijn heel veel fantastische docenten die dat proberen te veranderen. Dus wat wij doen is, wij hebben contact met, uh, nou ja, met met alle scholen hier in de in de Leidse regio. Um, Vorig jaar hebben we bijvoorbeeld in samenwerking met het onderwijsnetwerk Zuid-Holland hebben we een alternatieve leeslijst pitch uh, uitgeschreven. Toen konden docenten, maar ook leerlingen konden, uh, eigenlijk nieuwe ideeën indienen. Uh, om, om tot een nieuwe leeslijst te komen. Ja. Er staan nu natuurlijk alle, alle bekende namen op. Hè? De, 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 Hule, de Mulish en de, de, de Herman's en ja. <laughs> uh, en en, en ja. De, de leerlingen die niet ja. van lezen houden, die lezen dan het Gouden Ei. Want dat is ja. de dunste op de ja. lijst. Nou, dat is al jaren dezelfde lijst. en... Uh, we merken en we weten dat er gewoon heel veel andere goede boeken geschreven worden. Ook boeken die andere mensen, andere kinderen aanspreken. Dus wat we vorig jaar hebben gedaan is. Uh, laten we nou eens kijken hoe kunnen we die lijst rijker maken? Uh, beter, moderner. Of beter is misschien niet het goede woord. Maar in ieder geval dat het meer aansluit bij, uh, bij de doelgroep. En op die manier proberen we eigenlijk het, het, het onderwijs te stimuleren om, uh, om, om vanuit. Het kind te denken. Ja. En, uh, en vooral te kijken: van hoe kunnen we nou inderdaad die liefde voor het lezen aanwakkeren en niet uh, laten doodbloeden? Ja, ik las in de krant van de week dat ik dacht het Visser het hoofd was. Die begint uh, de lessen tegenwoordig met vijf minuten lezen. Verplicht. Om uh, ja, de kinderen toch bij te brengen, de leerlingen toch bij te brengen. Om eens een keer een boek te pakken. Uh, en uh, te proberen die aandachtsspanning uh, die je nodig hebt om, uh, om een boek te lezen. Om dat toch een beetje bij te brengen. Want dat schijnt. Niet zo makkelijk te zijn. Ja, nee, dat uh, las ik inderdaad ook. Ja, ik vind dat soort initiatieven vind ik, echt, uh, vind ik echt te gek. Ik denk ook dat dat voor een godo is wat ik, wat ik met letterlijk probeer te doen. Uh, het is niet top-down. Uh, ik ben niet alles aan, t, uh, aan het bedenken voor iedereen, maar ik probeer gewoon aan te jagen. Dus ik probeer inderdaad uh, nou ja, te inspireren. En, ja. en, uh, maar vervolgens zijn de scholen de, zijn, uh, zijn de plekken waar het gebeurt. De docenten zijn de mensen die het doen, uh, maar ook alle stadspartners zijn het vervolgens aan het uh, doen. En het, is, het wordt echt een collectief. Uh, nou ja, een gevecht, een collectieve ja. effort om, uh, om, om dat boek open te krijgen. En dat is, dat is heel leuk om te zien. Je zei net, uh, het is eigenlijk een bundeling van activiteiten. Een aantal activiteiten die, die kenden we natuurlijk al uh, in leiding. Wat, wat is het voordeel van het bundelen en onder één noemer brengen van al die zaken die met, met literatuur in de breedste zin van het woord te maken hebben? Nou, er zijn een aantal grote voordelen. Uh, de, de praktische voordelen van dat ik eigenlijk heel de, uh, de, de marketing van, van al die activiteiten overneem. Dus uh, wat je nu ziet is al die verschillende partners in de stad die kunnen zich echt op de inhoud focussen. Dus die maken de programma's, alle budgetten kunnen naar die programma's gaan. En ik zorg ervoor dat uh, uh, het de wereld in gaat met een overkoepelende website en uh, nou ja, al dat soort zaken. Uh, maar wat eigenlijk belangrijker is, is dat, uh, dat ik probeer de organisaties aan elkaar te koppelen. Dus wat we zagen is: er gebeurt heel veel, maar het zijn heel veel eilandjes in Leiden. Ja. Dus heel veel initiatieven die los van elkaar niet weten van elkaars bestaan. Uh, en wat we de afgelopen twee jaar, waar we voornamelijk op hebben ingezet, is eigenlijk al die partijen bij elkaar brengen. En dan krijg je dus opeens dat, uh, dat een museum gaat samenwerken met een boekwinkel. Dat een, uh, een, een buurthuis heel graag een lezing over een bepaald thema wil geven, maar geen ingang heeft bij een uitgeverij die daar, uh, die daar schrijvers voor kan, uh, kan, uh, kan leveren. Die mensen ken ik dan vervolgens. En op die manier zijn er eigenlijk nieuwe programma's en, en ontstaan, maar ook bestaande dingen die opeens beter worden, die gaan samenwerken. We proberen een beetje de agenda in de gaten te houden, dat niet alles op dezelfde dag plaatsvindt. Dus op die manier wordt eigenlijk alles beter. En, ja. uh, of tenminste, dat hopen we. Nou, het belangrijkste, natuurlijk, wat gaat er allemaal gebeuren in de, de komende maand? Want het is eigenlijk bijna een maand lang dat er diverse activiteiten zijn. Neem ons eens mee door, het, ja, door de line-up van, van dit programma. Ja, nou ja, dat is inderdaad een hele grote line-up. Ik denk niet dat we dat allemaal. Maar even uh, allemaal topicste. hier kunnen aan, uh, aanstippen. Nou ja, ik noemde net dus al ja. inderdaad die lezing van uh, Van, van der ja. Voogd in Boerhaven. Uh, we hebben de Huizinga-lezing in de Pieterskerk in, uh, in december. We hebben een. Uh, dit is... maar die Huizinga-lezing, daar ga je nu heel snel aan voorbij. Ja. Daar staat niet de minste. Daar staat de staatssecretaris van cultuur en media, uh, Gunay Oesloe. Ja. Uh, dus dat is toch wel een mooi, mooi moment in het programma. Dat is echt een heel mooi moment en we hebben dat moment uh, wordt nog mooier gemaakt, uh, want dit is de 150ste uh, geboortejaar van, van Huizinga. Dus we hebben niet alleen die lezing, die lezing komt elk jaar terug, maar er is ook een, een serie lezingen, eigenlijk een serie woensdagavondlezingen van uh, senioren generale. En daar gaan we eigenlijk het hele leven en werk van Johan Huizinga uh, langs. Mm -hmm. Vier keer op de woensdagavond uh, kun, je daar, uh, kun je daar nog even de diepte in. Dus, ja. dus dat, is een, uh, dat is een heel mooi programma. We hebben een, uh, een boekenmarkt. Dus het is ook niet allemaal lezingen en, uh, en hoogdravende mm -hmm. zaken. Ook wat ik net al uh, aangaf: in het laatste weekend uh, bij de Pieterskerk kraampjes, hapjes, drankjes, muziek, maar ook voornamelijk heel veel boeken. Dus kom daar vooral, vooral even langslopen als je, als je aan het winkelen bent. Dus al dat soort zaken zijn we doen. In de boekwinkel gebeurt eigenlijk elke, elke dag, elke week wel iets. Dus daar nodigen we schrijvers uit, meet and greets, signeren, praatjes, al dat soort, dat soort dingen. Nee, ik zie ook een toesprakentoernooi. Dat vind ik weer verrassend dan. Ja. Nou ja, dat is dus typisch een van die educatieve dingen. Dus dat doen we uh, met middelbare scholieren. Uh, we zien de letteren. Het, het is echt niet alleen maar literatuur. Dus wat ik zei, het is ook theater, het is ook muziek. Uh, over, over Acting Festival doet mee. Over Acting Festival, die hier natuurlijk net zat, die doen mee. Uh, maar dat toespraken-toernooi, ja, dat is echt heel erg leuk. Dus dat, uh, dat zijn middelbare scholieren. Nou, die leren daar uh, spreken in het openbaar, debatteren... en uh, een, een, een verhaal vertellen aan een groot publiek. Uh, dat is niet open voor publiek. Maar ik vind het wel heel te gek om daaraan, daaraan mee te kunnen werken. En uiteindelijk komt er natuurlijk wel een, wel een winnaar uit. En dan zal ik dat aan iedereen gaan vertellen wie dat is. Ja, Leuk. en je noemde ook bekende schrijvers. Er is ook een, een avond of meerdere avonden volgens mij. Zelfs met Onno Blom en Nico Dijkshoorn. Daar zijn we nu druk mee bezig. Nee. Uh, ik kan daar inderdaad nog niet heel veel over vertellen. Uh, maar inderdaad, we zijn met, uh, met, nou ja, met Onno Blom en Nico Dijkshoorn natuurlijk twee... Uh, uh, Leidse ja. schrijvende grootheden. Uh, zijn we bezig om, uh, om, om nou, een reeks avonden te organiseren. waar we eigenlijk de literatuur ook, ook weer. In, in de meest brede zin van het woord. we proberen gevestigde namen te koppelen aan jong talent. Ja. Uh, en dan even te kijken van waar, staat, waar staan we nou eigenlijk. met het, uh, met het boek in Nederland. En, uh, uh, en dan gaan we actuele thema's uh, af ja, maar ja over actueel dat niet maar uh, Onno Blom heeft vorige week bij de historische vereniging Oud Leiden de publieksprijs gewonnen ah, ja, precies, voor een ja. publicatie over Leiden namelijk de jonge Rembrandt de jonge Rembrandt ja. de, de leidse jaren van uh, van Rembrandt dus uh, Onno is op dit moment ook weer helemaal actueel ik las ook uh, uh, oranje biepjes. ik las uh, een bitterballenquiz uh, ja. uh, een, een wandeling ja, we hebben, we hebben vorig jaar hebben wij, uh, dat was ter promotie van, uh, van de eerste editie, hebben we door heel Leiden hebben mini-biepjes verspreid. Dus dat zijn die ja. kleine huisjes die ja. je in je voortuin zet. Uh, we hadden ze helemaal volgestouwd met boeken waarvan wij zeiden van hey, dit, uh, dit is een goed begin. Uh, maar we zien dat dat, nou, dat ontwikkelt zich. Hè? Dus in ja. elke wijk uh, gaan mensen daar boeken uithalen brengen de boeken in. Dus wat we dit jaar hebben gedaan, is we zijn een tour aan het doen langs alle biepjes die we vorig jaar hebben. Uh, gevuld ja. om te kijken wat is daar nou, nou veranderd. Nou, ja. dan kun je dus inderdaad zien uh, per wijk: van, oh ja, dit is, hier wonen veel kinderen. Of uh, <laughs> dus, ja. dus, je ziet op die manier zie je al echt wel verschil in, uh, in, in verschillende plekken in Leiden. Uh, maar we gaan ook een ander ding doen dit jaar. We dachten vorig jaar hebben we mini -biebjes. laten we nou één hele grote bibliotheek gaan bouwen. Ja. Uh, dus we hebben eigenlijk een maxi-biep. Dit jaar, uh, ja. die tijdens uh, letterlijk leiden in het centrum uh, zal staan. En ook daar wordt het weer, nou ja, dat is eigenlijk uh, wat we vorig jaar in uh, 50 kleine plekjes doen, gaan we nu op één hele grote plek doen. Uh, maar hetzelfde concept, boeken inleveren. Boeken en inleveren, meenemen. boeken meenemen. Uh, het is eentje waar je in kan lopen dit jaar, dus je kunt ook even lekker gaan zitten, even een boek lezen, even tot rust komen. En uh, dat, uh, dat gaan we dit jaar doen. Het is een, een ontzettend breed programma, maar waar kijk jij zelf uh, heel erg naar uit? Poeh, Dat is altijd moeilijk, hè? Want het zijn, uh, het zijn dingen waar ik zelf heel erg. Nou ja, ik kijk, ik kijk natuurlijk naar alles uit, hè? Ja. Ik, uh, ik kan geen. Uh, ik. Uh... Kan niemand voortrekken. Uh, maar er zijn heel veel dingen waar ik waar ik naar, naar uitkijk. We hebben een aantal stadswandelingen door, uh, door Leiden. Nou, mm -hmm. dat zijn natuurlijk dingen die, uh, die heel erg leuk zijn, ook om zelf te doen. Jij ja. uh, noemde het in de intro al eventjes, de historie die Leiden heeft met uh, drukkerijen, met uitgeverijen, er zit hier echt een hele rijke, rijke boekenhistorie. Die proberen we naar ja. boven te halen. Nou, je noemde ook al de, de quiz. Dat is ook echt gewoon een persoonlijk favorietje van mij. Uh, Ik kan ja, me er niks meer voorstellen. We begonnen, we begonnen met de woordgrap over letterlijk. Nou, de de, de bieterbal uh, is eigenlijk de nieuwe, de nieuwe bitterbal uh, met biet erin. Uh, en zo zijn er heel veel nieuwe woorden die uh, ontstaan. Uh, en, en die eigenlijk... Uh, nou ja. Een uh, rare betekenis hebben die mensen soms niet weten, soms wel weten. Uh, en wat we gaan doen met het instituut van de Nederlandse taal is daar eigenlijk een pubquiz hebben we erover georganiseerd. Dus het zijn cool. allerlei nieuwe woorden die ons, ons, nou hopelijk onze taal verrijken. Uh, en dan gaan we lekker gewoon in de pub, uh, biertje erbij, uh, lekker quizzen. Dus ook dat is uh, letterlijk leiden. Ja. Nou, uh, kennen we jou op dit moment dus als de projectleider van dit festival, maar je bent. Zelfs op dit moment, ook op het moment dat we hier, hier zitten. Uh, de grote man achter, of een van de grote mensen achter het Leiden International Film Festival, het LIV. Uh, laatste dagen zo een beetje. Hoe loopt het met LIV? Ja, met LIV loopt het, uh, loopt het echt heel erg goed. Uh, we waren van tevoren gewaarschuwd door allerlei partijen dat post-corona, uh, dat, post dat uh, de theaters en de bioscopen niet op volle... Uh, volle capaciteit nog zouden, zouden draaien. Nou, onze bezoekers bewijzen het tegendeel. Uh, het, zit, het zit erg vol, het is erg gezellig. Uh, we krijgen veel, veel goede, goede verhalen. Uh, we hebben nog twee dagen. En uh, het, is, het is echt heel leuk. Kom jij nog aan slaap toe? Uh, minder dan, uh, dan ik zou willen. Uh, maar tegelijkertijd uh, is, is, zijn het ook dusdanig mooie weken dat ik het ook niet echt mis. Uh, nee. Maar in januari plan ik wel eventjes wat vrijdagen. Het, <laughs> het is wel een beetje lastig dat die twee festivals uh, zo dicht uh, op elkaar zitten. Ja. Voor jou althans. Voor ons niet, maar uh, voor jou wel. Uh, ik heb nog een tip voor je. Als je nou zometeen denkt van ja, ik kan het, het is echt te veel geworden. Dan uh, kijk je gewoon bij Letterlijk Leiden. En dan kan je zien dat je het Sinterklaasgedicht voor dit jaar gewoon kan laten maken door Annette van der Meijden. Die op 3 december in de winkel, als je goedkoopt, ja. boek koopt, Sinterklaasgedicht gemaakt. In de Bruna, ja. in de Stevenshof. Uh, je kunt er langskomen, je koopt een cadeautje <laughs> en uh, tijdens het afrekenen wordt het gedicht uh, voor je gemaakt. Dat dus ja, zie ik dan wel weer een ludieke toevoeging ja. aan het festival. Ja. Ja, dit is de tweede editie. Uh, wordt het een traditie? Wordt het zoiets als het lief? Ik denk het wel. Uh, wat we met het LIF uh, zagen, dat, dat bestaat al 17 jaar. Ja, ja. Uh, dat is ooit begonnen omdat uh, we vonden dat er te weinig met film gebeurde ja. in Leiden. Eigenlijk is wat we met letterlijk Leiden zien het tegenovergestelde. Dat is begonnen omdat we vonden dat er heel veel met de letteren gebeurde, ja. maar dat dat te weinig aandacht kreeg. Dus ik denk dat dit, dat dit uh, even groot kan worden en misschien wel moet worden. Uh, en dat dat niet 17 jaar gaat duren. Maar nodig me vooral volgend jaar weer uit en dan gaan we het zien. Dan gaan we het over de derde editie. <laughs> hebben. Het is van 17 november tot 18 december. Uh, 17 december, aanstaande donderdag is de, de kick-off. Waar bestaat de kick-off uit? Nou, we gaan gewoon direct met allerlei, uh, allerlei programma's uh, beginnen. Dus Geen vooral... speciale opening. Uh... Nee, nee. nee. Geen speciale opening. Uh, Letterlijk.nu is de website. Uh, ja. En vanaf dag 1 is het gewoon overal, uh, overal de letteren. Vooral op de website kijken, want het programma is zeer uitgebreid. Uh, nou ja, van uh, een, een staatssecretaris tot een, uh, een pubquiz. En alles wat daartussen zit. Uh, ja, Evert, uh, heel veel succes. En uh, proberen volgende week een beetje. Tussen de bedrijven door bij te slapen. Want het, uh, het is voor jou ontzettend druk uh, deze periode. Komt helemaal goed.